geef ik nu het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Voorzitter, de rellen hebben niets te maken met protesteren of strijden voor de vrijheid. Aldus premier Rutte gisteren op Twitter. We hadden het niet beter kunnen zeggen. De lockdown en de avondklok, ze vormen enorme inbreuken op onze vrijheid. Ze zijn niet effectief en niet proportioneel. Daartegen protesteren is een belangrijk en onvervreemdbaar democratisch recht. Maar het ruïneren van ondernemers, het belagen van ziekenhuizen, het inslaan van ruiten, is dat uiteraard niet. En dat heeft dan ook helemaal niets met protest tegen de lockdown te maken, zoals Rutte ook zelf erkende. Als je de beelden van de plunderaars zag, was het alsof er een leger door onze straten trok. Maar het was niet ons leger, het was een leger van relschoppers uit de buitenwijken van grote steden. En iedereen die anders beweert, is goedkoop politieke puntjes aan het scoren. Want door alle kritiek op de avondklok af te doen als ophitsing of opruiing, wat ik sommige mensen toch heb horen doen, dreigt de oppositie de mond te worden gesnoerd. En dat is heel gevaarlijk. We moeten ons juist nu kunnen uitspreken tegen de ingrijpende maatregelen van het kabinet. We moeten kwetsbaren beschermen, opschalen in de zorg en de rest van het land weer vrijlaten. Dat zou onze benadering zijn. Dus laten we helder zijn. We zullen nooit akkoord gaan met het inzetten van het leger voor het bekrachtigen van coronamaatregelen of het stoppen van de mogelijkheid om protest te hebben, om je stem te laten horen, om te demonstreren. En we zijn ontzettend blij dat de politie aangeeft, samen met het kabinet, dat ze de situatie bijna weer onder controle hebben, dat ze het aankunnen, dat ze effectief en deescalerend hebben opgetreden. En daar sluiten we ons bij aan. Dus wij gaan niet akkoord met het voorstel van de heer Wilders vandaag. Dank u wel. Dank u wel. Geef ik nu het woord aan de heer Kuzu namens DENK.